Hebben jullie het filmpje ook gezien? Van de Glennis, jongens? Ja. Ja, die probeert een beetje meelij op te wekken. Maar ja, kom op zeg, hé. Ja. En waar heeft de Glennis het allemaal over? Voor de mensen die het niet gevolgd hebben. De Glennis, weet je wel, de zangeres. Die heeft dus een tijdje geleden. Kwam haar zoon in bij de Jumbo en die ging daar nog even lekker zo'n elektrische sigaret roken. En dat mag niet bij de Jumbo, dus ze werd daar op aangesproken. En die jongen die werd daar een beetje opstandig in die winkel. En daar werd een beetje heen en weer geduwd en weet ik veel wat. Personeel zei, nou hup, wegwezen nou. En die kwam dus kennelijk dan met een beetje bloed op zijn gezicht thuis. En de Glennis besloot met een knokploeg naar de Jumbo te gaan. En boem! En die gingen daar een beetje matten. En de Glennis werd in een cel gegooid. En er werd daarbovenop nog eens een keer aangifte gedaan tegen de Glennis. Nou, dat was het verhaal dus. En nou komt de Glennis, na een anderhalve maand, weet ik veel, kon ze vertellen dat ze er toch wel een beetje spijt van heeft. En de Glennis, die vertelt dan dat haar zoon kwam thuis met een beetje bloed op zijn gezicht. En toen kwam bij haar het primitieve moederinstinct boven. Ha! Ja! Hoe vind je die? Haha, jongens, kom op nou. Ja, hoe vind je hem? Beste de Glennis, als jij moederinstinct hebt en het is zo verschrikkelijk leuk primitief, dan had je die zoon van jou, die had je gelijk bij zijn kladden gegrepen en gezegd, ben je nou helemaal personenmieterd daar om je zo te gedragen bij de Jumbo? Dat had jij moeten doen. Je had je zoon moeten terechtwijzen. Want je denkt toch niet dat het personeel van de Jumbo daar een beetje mensen in elkaar gaan slaan? Tuurlijk niet. Die zijn opgeleid juist om klantvriendelijk te zijn. Ja. Dus zou het dan misschien aan je zoon hebben gelegen? Precies. En dat had jij moeten denken. Ja, en dan vertelt ze ook nog in haar boodschap dat ze tot 10 had moeten tellen. Ah, kom op zeg, hé. Hey. Hallo, ik bedoel, je bent daarheen gegaan, de Glennis, met een knokploeg. Hé, hey, stond die klaar in de gang bij jou thuis? Oh, we zijn er klaar voor. Nee, die heb je moeten bellen. Hé, hey, kom op, allemaal mee bij mij komen. En toen moest je heen nog eens een keer helemaal onderweg. Moest je naar de Jumbo toe. Dus al die tijd had jij kunnen denken bij jezelf. En toen was je waarschijnlijk al bij 1000 met tellen. Of 2000. Had je kunnen denken. Oh, ik ben hier met onzin bezig. Oh, ben ik hier misschien bezig mijn carrière in een kliko te gooien. Ja, dat had je kunnen denken. En dan had je nog keurig naar huis kunnen gaan. Dat heb je niet gedaan. Nee, jij dacht bij jezelf, maar ik zal ze daar, godverdorie, bij die Jumbo. Jij ging gewoon ordinair als een viswijf de keer daar. En dat heb je gedaan. En dan moet je niet nu met zo'n videootje komen. Dat lijkt nergens op. Jij moet voorlopig lekker wegblijven. Helemaal niks doen. Heel stil zijn. Wacht je rechtszaak af. En dan na anderhalf of 2 jaar kan je weer eens voorzichtig beginnen met zingen. En ik zou ook, het is goed over nadenken, om een ander management te nemen.